toch? Ja. Ja, is dit dan een voor of een achter? Dit is een achterbout. Die zijn de beste, hè? Ja, dat is het meest vreselijk. Hebben we het hardst genoten? Vlees, maar in principe is een hazenvoorbouw, om hazenpeper te maken, beter. Een hazenvoorbouw, haal het altijd door elkaar. Ja, waarom is dat dan lekker? Omdat het vlees wat gemolken is. Want hier springt hij mee natuurlijk. Ja, tuurlijk. Dus dat ontwikkelt vier. Hazenvoorbouw. Hier een kogel. Kogel? Voor hazenpeper. Ja, dat is ook wel. Ja. Ja. Ik weet niet of dat interessant is om te laten zien. Ja, nee, het staat op de video. Leuk. Dan weten ze ook dat het echt is. Ja, ja. Echt is. Ja, ook. Nou, nee, maar dat is kies gebroken op een kogel. Ja. Dat is niet best. Nee. Dan hebben we, dan is het niet goed. Hoi. Maar ja. Dus, nogmaals, de druk, dat kan achterpoot, achterbouw, achterbouw is gewoon... Wat kan je het beste doen met de achterbouw? Dit kan je gewoon lopen. Dit is een voorbouw. Dit is een voorbouw. Ja, ik zit ook geschikt voor de aanspeler. Maar die voorbouw. Rug, achterbouw, voorbouw en dit is een helaas. Ja. Daar zit dus alles van. Rug, achterbouw, voorbouw, voorbouw. Helaas. Hele haas.